Goedenavond allemaal, heel hartelijk welkom bij Kokkend, het kunst- en cultuurprogramma op TV Drenthe vanuit de Nieuwe Kok in Assen. Zoals u ziet, een lege Nieuwe Kok, want op dit moment zijn de theaters nog dicht. Het kan zijn dat op het moment van uitzending dingen zijn veranderd wat dat betreft, het is niet anders. Vandaag zijn mijn gasten Freek de Jonge, hij komt vertellen over zijn nieuwe verkiezingsconferentie. En Bas Haan, die komt praten over de verfilming van zijn boek De Deventer-moordzaak, het complot ontrafeld. En we hebben natuurlijk ook weer muziek van onze huismuzikant Leon Moorman. Vandaag wordt hij begeleid door Christophe Bouwens. Jongens, laat maar vast wat horen. Koken, ja, je kijkt naar koken. Oh, je kijkt naar koken. Van u de nieuwe kok. Freek de Jonge, druk bezig met een nieuwe verkiezingsconferentie. De verkiezingen zijn op 17 maart, de conferentie op 13 maart op televisie. Het wordt, denk ik, geen klassieke conferentie zoals nee, we die kennen. Nee, dat is onmogelijk. Ik ben bezig om één op één uit te proberen. Het verschil met een hele zaal is dat je een heel ander contact hebt en ook veel minder een heel andere flow hebt vooral. Flow is dat je in een stadium van concentratie komt waarbij je niet echt meer hoeft na te denken en waarbij het vanzelf gaat. En dat is met een zaal van 600 een heel stuk makkelijker dan met één persoon. Ja, en welke personen heb je nu uitgenodigd dan voor die? Nou, ik ben vrij willekeurig bovenaan met de A begonnen en in mijn telefoonboekje. En het is heel jammer voor de mensen die een voornaam met een Z hebben. Die komen niet. Ik zag wat collega-conferenciers voorbij komen. Erik van Muizenwinkel, Brigitte Kaandorp. Ja. En vorige week had ik ook Juri Albrecht. Hè, dat is dus iemand vanuit de debat-scene, zou je kunnen zeggen, van de Bali. En daar heb je dan meteen een heel filosofisch gesprek mee. Het grappige is, Brigitte is heel praktisch. En die zei ook tegen mij dat ik me vooral moest scheren. Erik van Muiswinkel is heel precies op, laten we zeggen, politieke correctheid. En ik had Adelheid Rozen. En daar kom je dan weer echt, dan voel je de emotie heel sterk. Van waar is het pijnlijk, waar is het... Maar dat is leuk. Dus ja, zo geeft iedereen iets van zichzelf. Maar hoe gaat dat dan? Je zit gewoon aan een tafel, zie ik dan op die foto's die je ook op Twitter ziet. Je zit aan een tafel, dat is dus jij bent Freek en hier zit dan je publiek. Mijn werkkamer en een werktafel en dan waar Bas nu zit, zelfs nog iets dichterbij, zit dan een persoon op een bankje. Het is een verkiezingsconferentie. Dat betekent dat het ook gaat over lijsttrekkers natuurlijk. Ja. 4 jaar geleden kwam je op met je hemdsmouwen opgerold. Ja, Jesse Klaver natuurlijk. Ja. Die heeft tegenwoordig altijd een kooltrui aan. Doe je daar ook nog wat mee? Nou, ik herinner niet aan de opgestroopte mouwen, maar het gaat er wel om dat we eigenlijk... ik heb zelf het idee dat we staan voor de belangrijkste verkiezingen sinds de Tweede Wereldoorlog. Waarom? Omdat we de transitie voor de deur hebben staan. We moeten van een fossiele economie over op een zonne-, wind- en natuurgestuurde energie. En als we dat nu niet regelen, die problemen die komen zo hard op ons af. En het is zo ongelooflijk veel groter dan wat we nu hebben meegemaakt. We moeten zorgen dat het eerlijk verdeeld gaat worden. En we moeten zorgen dat we ervoor openstaan en dat we snel gaan handelen. Je gaat ons dus een serieuze waarschuwing geven in die conferentie. Maar valt er ook nog wel wat te lachen? Het wordt heel erg serieus. Ja, nou dat is... daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je gaat ons vast een voorproefje geven. Nou, ik heb eigenlijk een lied gekozen voor deze tijd. Ter troost. Als het toeval met de deuren slaat, het lijkt of wie je lief hebt je verlaat, dan hoop ik dat je hart zo open staat
dat je lust te leven niet vergaat. Als de moed zakt en de avond valt, je machteloos je vuisten balt, weet dan dat morgen ervoor zorgen zal. Dat je een weg vindt uit het dal. Je brengt me dikwijls in verlegenheid. Als je me vraagt hoe moet ik voort. Twijfel is een laatste zekerheid. Liefde een beladen woord. Als het lot je op de hielen zit, je doormaalt waarom overkomt mij dit. En je vergeefs om rust van binnen bid. Vuur het geheim blijft van de smid. Als je geschrokken denkt, dat ben ik niet. Als je je 's morgens in de spiegel ziet, de poederdoos geen uitkomst biedt, laat je leiden door een lied. Een storm steekt op, verwaait verzekering. Wat rest is schuld, gevoel en spijt. Je kunt niet leven uit berekening. Geef de ruimte, neem de tijd. Dankjewel, Freek. We gaan praten over de film De Veroordeling. Een film gebaseerd op dit boek van Bas Haan, De Deventer-moordzaak, Het complot ontrafeld. En voor wie nu denkt, hoe zat het ook weer, die Deventer-moordzaak? Ik zal even het geheugen opfrissen. In 1999 werd een weduwe vermoord, een 60-jarige mevrouw in Deventer. Iemand, en dat was haar belastingadviseur, later genoemd haar boekhouder, Ernst Lauwers, wordt voor die moord eerst op basis van ondeugdelijk bewijsmateriaal veroordeeld. De Hoge Raad bepaalt de rechtszaak moet over, dus hij moet opnieuw voor het hof komen. En dan wordt hij op basis van wel deugdelijk bewijsmateriaal veroordeeld, namelijk DNA-bewijs. 12 jaar cel heeft hij inmiddels uitgezeten. Maar er zijn mensen, waaronder opiniepeiler Maurice de Hond, die denken dat iemand anders het gedaan heeft. Iemand die bekend staat als de klusjesman, Michael de Jong heet hij. Daar is geen bewijs voor en hij heeft ook nooit voor de rechter gestaan. Maar toch is hij in de publieke opinie eigenlijk ook veroordeeld. Nou, daarover gaat dit boek en ook de film Bas Haan. Hè? Klopt het allemaal? Knappe samenvatting. Even bijgepraat. Ja, jij schreef dit boek al meer dan 10 jaar geleden. Ja. Vanwege de film is er nu een nieuwe versie met een nieuw voor- en nawoord. Waarom heb je dat toegevoegd? Omdat het niet op is gehouden. Kijk, eigenlijk kwam dat boek 10 jaar te vroeg. Want dit boek ging over, je doet het een knappe samenvatting, het kan ook in één woord, massahysterie. Of een ander woord, beeldvorming. Er was de ongekende mediacampagne van Maurice de Hond. Wat zo overtuigend dat Tweede Kamerleden opriepen tot het openen van een graf. Omdat een opiniepeiler beweerde dat een klusjesman er het mes in verstopt had. Totale waanzin. Maar op dat moment was dat eigenlijk nog best wel ongekend in Nederland. Er heerst ontzettend gevoel. Ja, maar als zo iemand als de Hond dat beweert, dan zal er toch tenminste een kern van waarheid in zitten. Waar rook is, is vuur. Inmiddels weten we hoe die mechanismes werken. Dankzij Trump, dankzij populisme, is het begrip beeldvorming en fake news veel meer
ingeburgerd, zou ik bijna willen zeggen. En eigenlijk is dit verhaal fake news avant la lettre. Dus ik ben ontzettend blij dat die film, dat die nu pas uitkomt. Want je hoeft mensen niet meer te overtuigen van het feit hoe idioot het kan worden. En het is echt idioot eraan toegegaan in die zaak. En ik beschrijf in die nieuwe hoofdstukken hoe het de afgelopen jaren verder is gegaan. En dat de hond nu eigenlijk precies hetzelfde doet in die coronacrisis. Ja. Zullen we even gaan kijken naar wat fragmenten uit de film? Oh, leuk. U weet dat u ongelijk heeft. Alles in mijn zaak is vervalst. Alles. Er ligt een vonnis. Dat kan ik toetsen. Als het waar is, dan zit hij onschuldig vast. En nu wil jij? Uitzoeken of het klopt. Wat is waar in de Deventermoordzaak? Er was sprake van een andere verdachte. Hij beschikte over daderkennis. Ze noemen jou de klusjesman. Het enige wat ik vraag, dat er een goed onderzoek wordt gedaan. Als je de processen verbaal naast elkaar legt, dan kloppen de nummers niet. Ze hebben gesjoemeld. Is hij het? 100% zeker. Hij moet duidelijk zijn. Er wordt iemand van moord beschuldigd. Zonder enig hard bewijs. Was dit iets nieuws? Het is er niet aan ons om voor rechtertje te gaan spelen. Vertelt hij het allemaal van? Privédetectives. Follow the money. Wie zijn jullie? Ja, Lies Visserdijk zagen we tot slot. Speelt de vriendin van de klusjesman. Prachtige rol trouwens. Sowieso wordt er echt top in geacteerd in die film. Ik mocht hem gelukkig vast zien. Fetja van Huet speelt jou. Hoe vind je dat hij doet? Ja, ik ben wel anders naar acteren gaan kijken. Ik wist al wel dat het een vak was, maar ik ben er echt ontzettend van onder de indruk hoe hij dat heeft gedaan. Hoe hij dat op zich heeft genomen. Ik kwam op een dag op die set en daar zag ik een of andere kerel onderuit hangen in een bureaustoel. En ik dacht echt, dat ben ik. Dat iemand dat zo over kan nemen zonder dat het karikaturaal wordt. Echt waanzinnig om te zien. Ja, heb je met hem gesproken van tevoren? Ja, ja, zeker. Ja, hij heeft jou heel goed bestudeerd. Ja, absoluut. En dat... het is natuurlijk een hele rare ervaring om op zo'n filmset 80, 100 man bezig te zien met de verfilming van een boek. Op enig moment was de regisseur met Fetja ruzie aan het maken over hoe ik me voelde in een bepaalde situatie. En dan sta je dan net te kijken. En dan kom je er ook nog achter dat ze het beter weten dan dat ik het me kon herinneren. Dus dat is een hele bijzondere ervaring. Ja, geweldig. Wat opvalt, de rol van Maurice de Hond wordt gespeeld door Maurice de Hond. Nou, dat is niet echt een rol. Dat zijn gewoon echte fragmenten uit interviews. Nou, dat vind ik... Kijk, ik was toen die film verfilmd werd, was ik bang dat het een soort van whodunit thriller zou worden. Maar het is ze gelukt om het over de beeldvorming te laten gaan. En mede hierdoor, wat die film zo verschrikkelijk sterk maakt, vind ik, is dat de vervaging tussen werkelijkheid en beeld zit ook in de film. Want Maurice de Hond is gewoon wat het is. Hij is degene die dat toen op die manier gezegd heeft. En dat maakt het des te sterker, omdat het zo ongelooflijk schandalig en idioot is wat hij heeft gedaan. Dus als je dat na zou spelen, zouden waarschijnlijk mensen denken, ja, maar zo zal het wel niet echt gegaan zijn. Dat is overdreven. Nou, zo is het wel echt gegaan, want je ziet het hem zelf doen. En zo vervaagt ook in de film zelf de grens van beeld en realiteit en doet het datgene wat het aankaart, beeldvorming aanpakken. Ja, het gaat over tunnelvisie. En dat is ook heel grappig hoe je in die film ook zelf wordt meegenomen in jouw tunnelvisie, want die had je in het begin ook. Absoluut. Je steekt de hand in eigen boezem. Nou, dat was voor mij de motivatie om dat boek te gaan schrijven. Ik zat ernaast. Dus aanvankelijk was ik er absoluut van overtuigd dat Lauwers onschuldig was. De man is namelijk slachtoffer in eerste instantie van een rechterlijke dwaling. Hij werd veroordeeld op basis van een mes dat niet het moordwapen kon zijn. En als journalist denk je dan, wacht even, iemand is veroordeeld op basis van ondeugdelijk bewijs, dan is die dus onschuldig. Dat is een hele logische gedachte die ook ik had. Dus ik zond het niet uit in mijn reportages, maar thuis zei ik tegen mijn vrouw op de bank, die man is onschuldig, die heeft het niet gedaan. Toen ik erachter kwam, door dat deugdelijke bewijs, dat hij het wel gedaan had, kon ik die draai maken. Ja. Maar de samenleving in de tijd van Puttense moordzaak, van Lucia, die in deze man een slachtoffer zag van het systeem, koesterde dat slachtofferschap van die man tegen het systeem. En dat was zo sterk dat dat beeld van de slachtoffer van het systeem niet meer
vervangen kon worden tot wat hij echt was, de dader. Hij heeft al prijzen gewonnen in Amerika. Hartstikke mooi. Ik denk dat hij in Nederland ook heel wat teweeg zal brengen, deze film. En ik hoop het. Ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken naar de film. Freek, jij was ook te zien op het Witte Doek nog niet lang geleden in De Vogelwachter. Ja. Dat is een totaal ander soort film, een hele verstilde film. Eigenlijk, hoewel niet helemaal, we zullen het niet helemaal verklappen. Maar je speelt een soort zonderling op een onbewoond eiland. Ja, er valt eigenlijk helemaal niet zoveel aan te verklappen, want dat is het wat je zegt. Hoe was het om die rol te spelen? Ja, geweldig. Hij heeft het over acteren als vak. Hè? Wat ik op het toneel doe, dat is puur op het gevoel, autodidact. Bij zo'n film moet je aan een aantal dingen denken. Hè? Als je een scène overdoet, moet je hetzelfde doen wat je dus een keer daarvoor ook gedaan hebt. Anders raken ze de kluts kwijt. Dus dat is totaal anders dan wanneer ik optreed. Dus ik kan nooit hetzelfde spelen. Dus ja, dat is een verandering. Tegelijkertijd vind ik acteren voor een film nogal aan de overschatte kant door het publiek. Je bent eigenlijk niet veel meer dan een schemerlam die een stukje naar binnen of naar achteren of naar opzij wordt gezet. Je bent een attribuut. En dan moet je iets doen wat de regisseur in zijn hoofd heeft. Je hebt er geen idee van. Ik kom de eerste dag, speel ik een scène die ergens op 2/3 van de film zit. Ja. Dus dat is in wezen belachelijk, want wat heb ik daarvoor gedaan? Hè? Ik heb die rol. Maar je speelt jezelf, volgens mij, in die film. Dat is natuurlijk het verschil. Het is goed als je daarom is. Casting is ook alles bij film. Hoe ziet de persoon, beantwoordt hij aan mijn plan met hem? En dat doe ik in deze film voor de regisseuse natuurlijk helemaal. Zullen we een stukje gaan kijken? Doen. Bounty Island hier. 60, 70. Voor Bird Research Center. Wat heb jij nou hier? I counted 340 on the southwest point. They seem to arrive earlier these days and leave later. I'm hearing that a lot lately. We gotta do the scores now. Huddersfield against Everton? Yes. 0-2. 0-2, yeah, okay. Yes! Bounty Island, your bird research center. We have decided that the bird warden post will be closed. 45 jaar. Vannacht hebben wij een Atlantic Meteor Alarm gekregen. Ja, de film is een beetje ondergesneeuwd in de lockdown. Nou, een beetje, gewoon. Er zijn wonden boven wonden nog 20.000 mensen die hem gezien hebben. Dus dat is voor die periode waarin met die capaciteit is het geweldig. Komt hij nog weer terug? Ja, maar ja. Nou ja, mensen kunnen hem ook thuis bekijken via pickle.nl. Ja, dat moeten ze zeker doen. Alleen, dan is weer tragisch. Die film hoor je eigenlijk op zo'n kolossaal scherm te zien. Dan maakt hij de meeste indruk. Nou ja, mensen hebben thuis hele grote televisies. Kijk, voor mij is het in die 50 jaar een incident. Maar voor de mensen en vooral de regisseur die daar 5 jaar van hun leven aan gegeven heeft, is het een drama. Ik vind het dus heel erg. Hè, er zijn meerdere drama's rond deze corona, maar dit vind ik er ook één. Het is helemaal geïmplodeerd, helemaal weg. Ik heb hem eergisteren gezien, die film. Heb je hem gezien? Ik vroeg me, ik vond het prachtig. Ja. Ben je jaloers op die man? Nee. Want een van de grote discussiepunten die ik met mijn regisseur had, en vrouw, was die mensen bestaan niet. Die in isolement leven. Je bent als mens, ben je geen mens als je niet communiceert. En ik ben iemand, ik verzin iets en ik ren nog met het natte papier hier buiten. Moet je nou weer luisteren wat ik heb verzonnen? Is het ego? Het is totaal iets anders. Maar tegelijkertijd... Stil je jezelf. Tegelijkertijd, en dat zul je ook weten... op het zekere moment als je moet schrijven... Ja, dan zit je gewoon helemaal lekker in je eigen kokertje. De flow, waar je het over En dan kan er niemand bij. Ja.
We gaan naar het slot van dit programma. En dat is een prachtig nummer van onze huismuzikant Leo Moorman, begeleid door Christophe Bouwens. Zij gaan voor ons zingen en spelen een vertaling van het nummer Circles van Post Malone. En in het Drents wordt dat dan Rondies. Zij is niet te keer, we trekken aan een dood been. Maar wat we ook proberen, we doen het toch verkeerd. Ik kan niet geven wat je van mij vraagt. Jij blijft me kennen, zo gier het keer op keer. Tijd verstrekt en ons vuur is koud. Lucky lust wil niet dat het dood. Rem maar weg, maar we rennen al rondjes. Rem maar weg, rem maar weg. Zo zal het nooit beter worden. Als jij mij maar wachten laat. Nee, zo treft mij geen plan. Rem maar weg, maar we rennen al rondjes. Rem maar weg, rem maar weg, rem maar weg. Volgens mij is het hier om alles los te laten. Ik zei het toch, als dit niet anders wordt, dan is het klaar. Je noemde ons bijzonder, een wonder. Hoewel het slechts de seks was niet veel meer dan een echo. Volgens mij is het hier om los te laten. Los te laten. Verstrekken, ons vuur is koud. Laat die lust, wil niet dat het dooft. Rem maar weg, maar we rennen al rondjes. Rem maar weg, rem maar weg. Zo zal het nooit beter worden. Als jij mij maar wachten laat. Nee, zo treft mij geen blaam. Rem maar weg, maar we rennen al rondjes. Rem maar weg, rem maar weg, rem maar weg. Volgens mij begreep je niks van wat ik bedoel. Het brengt ons niks, ja, alleen gedoe. Want zeg nou zelf mij die woord, wek me nou naartoe. Het brengt ons niks, laat het gaan. Tijd verstrekt en ons vuur is koud. Laat die lust, wil niet dat het dood. Rem al weg, maar we rennen al rondjes. Rem al weg, rem al weg. Zo zal het nooit worden. Als jij mij maar wachten laat. Nee, zo treft mij geen plan. Rem maar weg, maar we rennen al rondjes. Rem maar weg, rem maar weg, rem maar weg. Dankjewel. Tot zover deze aflevering van Kokend. Dankjewel Freek de Jonge, dankjewel Bas Haan. Wij zijn er weer over 2 weken. Bedankt voor het kijken en graag tot dan.